Hallo familia, je sterrenbeeld reading maagd. Hoe is het met al mijn familieleden? Dankbaarheid, dat is het thema van de maand december. Jullie krijgen straks nog een themakaart. Dat is dan een edelsteenkaart die je dan zou kunnen helpen. Ga dan even kijken bij de maand reading december van 2020. Daar vertel ik er meer over. Hier gaan we met de tarotkaart. Twee voor jou, twee voor de overkant als je mij niet eerder hebt gezien. En ik heb een persoonlijke boodschap voor de maagden. Ik ga alvast mijn excuses aanbieden voor heel de mensheid. Voor wat wij maagden gaan doen deze maand. Ga ik alvast voor alle maagden. Maagden, stuur deze filmpje ook door naar alle mensen die jullie appen, snappen. Van wat is er? Ik zeg alvast sorry voor ons maagden. Want wij gaan kiezen voor comfort. Dus wij gaan kiezen voor lekker thuis, want wij zijn de kluizenaars. Lekker bij familie. Want wij ergeren zich snel. Wij zien details, wij hebben dingen al meegemaakt. Dus wij willen gewoon misschien lekker kerstlimmen met onze familie zijn. Want die familiedingetjes soms kunnen ons vervelen. Of daar gaan wij wat van zeggen. Dan wordt het wat tegen ons weer gezegd. Dus we zijn, laten we zeggen. Laat me naar jullie toe, maar dan ga ik vanuit ik. Maar dan maagden, wees heel dankbaar voor de afgelopen tijd. Dingen die zijn gebeurd waren niet heel makkelijk. Maar dan moet je heel dankbaar zijn, want jouw groei is enorm geweest in 2020. In december valt een beloning. Alles komt een goed begin in 2001. Maar lekker met je gezin, lekker kluisje. Veel mensen om je heen gaat het niet brengen, want we hebben zoveel andere wendingen gehad dan dat het gepland was. Het waren allemaal cadeautjes en 21 wordt het nog leuker. Yes, daar heb ik het maar zo verteld. Nog een edelsteenkaart voor jou voor de maand december. Kijk eens, Amber. Wauw. Wauw, maagden. Wauw. Geef het over aan God. Houd diep adem en geef terwijl je uitademt de situatie over aan God om deze te helen voor een antwoord. Kijk, dit is wat we gaan doen. We gaan niet meer discussiëren, niet meer huilen, niet meer roepen, niet meer overtuigen, niet meer trekken. Sorry voor dat. We geven het aan God en we gaan verder. Want wij willen een goed begin, een rust. Wat leuk, we hebben passie en een doel, zie ik hier aan de onderkant. Nou, soms ben ik te vroeg. Kijk naar de sterrenbeeldenreading van de afgelopen maand. Dat is eigenlijk de telescoop. Even kijken. Twee voor jou, twee voor de overkant. Laten we kijken. Wat moet de maagd weten in de maand december? Oh, zie je, we worden ondersteund. Oh, zeggen, er is stress geweest. Of er is stress. Ja, er zijn momenten van stress. Dan zeg ik, er zijn momenten geweest. Maar kijk eens. Geef het over aan God. Wees heel dankbaar. Want de ondersteuning is hier. Alles wat er is gebeurd. De dingen die je hebt ervaren. Waren allemaal fantastische levenservaring. Voor je prachtige mooie toekomst. Ja, want ik begin te. De stress gaat over. Deze maand of de moment dat je me ziet. Is die eigenlijk al voorbij. Want daardoor nemen we afstand. Want het is meestal familie die ons tot ergernis. Want wij zien al heel snel wat beter kan. En wanneer we dat gaan vertellen, mensen gaan de andere kant op. Kunnen het ons eigenlijk stress geven. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de stappen dat de andere onderneemt. Nee, we gaan het nu loslaten. We geven het aan God en we worden ondersteund. En we gaan voor onze passie en doel. Vooral jij maagd, kies daarvoor. Kies familie. Wat is wel, en wees heel dankbaar. Heel dankbaar. De overkant. Zie je? De oordeel zie ik al hier aan de overkant. Deskundige. Oh, hij valt op de grond, dus dat is helemaal sterk. Moet ik hem even pakken. De overkant, de situatie, wat komen gaat, voel ik voor de maand. Viering. Met de liefde. Met iemand. Ja, ik voel het meteen. Wauw. Wauw. Samen voelen. Kansen die worden. Kansen. De overkant. Die wil misschien een kans voor jou. Die moet een andere perspectief hebben die jou krijgt. De overkant die wil een kans. Die denkt dat je oordeelt. Dat zeg ik. Dat zijn de mensen die wij of maagd afstand van hebben genomen. Dan zeg ik, als een maagd in je leven is geweest en de maagd trekt zich terug, dan blijft dit over.
Want wij kunnen, ja, als je een oordeel vooral naar de maagd hebt gehad, waar je de maagd adviseert om wat mooi aan je te geven, dan krijg je, ja, nee, de maagd gaat zich terugtrekken. Kijk. Oeh, dit vind ik even moeilijk. Ik ga hier een kaart op trekken, want I don't understand wat de overkant aan het doen is. Omdat de maagd gestrest is geweest en die trekt zich terug. En die laat het en die weet dat God er is. En de maagd kan heel dankbaar zijn voor dat er is. Natuurlijk, sommigen zijn nog onderweg. Maar de overkant brengt, even kijken. De overkant, er gebeurt veel bij de overkant of degene waar je vragen over hebt of iets. En die brengt verwarring, die wil je een oordeel geven, die wil je anders laten denken. Maar dat komt omdat ze dit van jou missen. Maagd. Ja, ik ga het maar zo doen. Want als je moeilijk bent, dan is die maagd daar om je te helpen. In alle liefde. En nu, de overkant of de situatie, of je vragen over hebben, of dat situatie van jou zelf maagd, die je moet, is positief, negatief. Geef het allemaal aan God. Meer kan ik je niet zeggen. Geef het aan God, want dit is toch gek. Een tweesprong en dan moet je vieren. Je bent aan het nadenken, daarom zeg ik. Dus de overkant, dan raak ik in de war. Daarom zeg ik, het is verwarrend hier zo met de overkant. Waar je een vraag over hebt. Is die overkant in de war? Maar die is wel verliefd. Die voelt zich vervuld. Maar die heeft nog misschien issues. En die loopt te oordelen over de kansen die jij dan wel krijgt en pakt. Omdat jij die kansen pakt. Nou heb ik hem. Hij pakt die kans. Jij weet, hallo, we zijn van Mercurius. We zijn de zusje van de tweeling. Jezus. De overkant, daarom zou zeggen, dit is de troep in hun hersenen. En dit is wat ze eigenlijk willen. Samen in december met ons vieren. En daarom zeg ik, ik ga vast sorry zeggen voor alle andere mensen voor de bemaagd in maand december. Echt waar, twee zevens, dat doet God. We nemen afstand, want na alles wat is gezegd, na alles wat we hebben gedaan, hè, ik ga maar wel, want dat is mijn familie maagd. Dan, en dan krijg je nog dit van de overkant of situatie of werk of je kind of partner. Daar gaan we niet meer naar omkijken. Daar willen we niet zijn. Dat is wat ik doorkrijg. De maagd vindt dit te druk. Overkant. Nee, dan wel. Zie je dat? Emotie. Dan vuur. Dan denken. Dan is te veel. Daar worden maagden onrustig van. Maagden houden van duidelijkheid. Daarom zijn ze zelf ook heel duidelijk. Met je brengt me te veel stress. Dan ga ik naar God. Ik neem afstand. En ik ben dankbaar dat je die lessen aan mij hebt geleerd. Ik ga gewoon alles nu aan God geven. Want ik koop mijn edelsteen. Want maagden nemen. Ondernemen gelijk actie. Gelijk, gelijk, gelijk. Alleen maar de overkant moet niet te veel. Dit is te veel. Geef me een kans. Ik kijk anders. En die is aan het oordelen. Maar het is hoe ik kijk. Maar ik hou van je. Maar ik word er helemaal gek. Maar het heeft moeilijk uit. Dit is ook verleden. Het is ook verleden. De persoon doet dit ook zelf. Hè? De overkant, als jij er bent, jij doet dit zelf. Je maakt jezelf heel moeilijk. Je maakt het zelf heel moeilijk, terwijl andere mooie kaarten er zijn. De overkant maakt het moeilijker dan het is. Ik krijg er zelfs nu al stress van als ik naar die kaarten krijg. De overkant brengt stress. En omdat de overkant soms stress en onbegrip brengt. De maagd trekt zich terug. Die gaat voor de groei. En dan misschien moet je dan groeien zonder de maagd. Overkant. Want de maagd is lief genoeg. En dat doet de maagd eigenlijk nog uit liefde. De maagd gaat kijken naar de groei en naar de ondersteuning. Maar de stress gaat de maagd niet meer voor kiezen als de overkant dit doet. Ja, nee, nee, ja, wel, ik wil niet, maar ik weet niet, maar ik hou van jou, maar ik ben niet. Los het op, overkant. Los het op. Want wij maagden lopen heel snel weg. En kijk eens, God is altijd aan onze kant. Omdat wij nooit dankbaarheid zijn vergeten, ondanks overlijdenis, want dat hebben maagden allemaal meegemaakt. Ze hebben echt harde lessen moeten leren, ik ook. Voor sommigen is het hard, voor het niet. Voor sommigen is het nieuw of niet. Maar terugtrekken. We gaan kiezen, dus ik heb nogmaals, sorry, maagden gaan lekker naar huis, de kluisje zijn, wat zal zijn. Maagden gaan vooral terug naar de basis, naar wat ze altijd zijn geweest, maar de wereld zei van kom naar buiten, dan hebben we het geprobeerd. En dan zijn we dankbaar dat we het hebben geprobeerd. Nou gaan we terug naar huis met onze ambersteen, we geven alles aan God en we gaan licht in de zon. Dus dan moet de overkant, kom op, doe je best.
Ik hoop dat je het begrijpt, maagd. Zo niet, eind van de maand weer wel. Oké, dikke kus.